vanavond spelen het vertrouwensenigma voor kaarten voor Macklemore. 10 april in de Ziggo Dome Amsterdam. Maar dat doen we met twee hele goede kandidaten. Eén is 15 jaar uit Breda. Bren. Hallo Bren. Hoi. Hallo. Waarom wil je naar Macklemore toe? Ja, omdat ik gewoon zijn muziek heel erg leuk vind. Al heel erg lang. Nou, dat is ook genieten als je dan in de zaal staat, lijkt me inderdaad. Dat je het leuk vindt. Ja. Nou, jij gaat het opnemen tegen Marichelle van 49 jaar. Woe! Dat is een jong iemand tegen je. Dat had bijna oma kunnen zijn, Marcel. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik kan ieder moment oma worden. Ja, ik durf het haast niet te zeggen. Ik heb één zoon, maar die heeft een klein ongelukje begaan. Maar goed, wel, ik ben er wel heel blij mee. Dus ik ben in spannende afwachting. Hoe oud is je zoon, Marcel? 24. Oh, okay. En je houdt ook van Macklemore? Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ja. Nou, dan ga je spelen tegen iemand van 15. Ja, dat vind ik nog leuker. Bran, en jij speelt. Bran, jij speelt inmiddels tegen iemand van 49. Ja. Ik hoop dat jullie het kunnen met z'n tweeën. Ja, maar ik ben heel jong van geest, hoor. Ja, maar jongens, wat hier gaat gebeuren heeft helemaal niks te maken met leeftijd. Het heeft alles te maken met vertrouwen. Want ik heb maar twee kaartjes in het vertrouwensenigma. Twee kaartjes voor Macklemore. Ja. Dat betekent dat jullie de pot moeten gaan delen. Allebei één kaartje. Jullie krijgen zo meteen even overleg dat jullie dat echt gaan doen. Ja. Maar jullie kunnen ook de boel uiteindelijk bedonderen. Dat je toch stiekem de twee kaartjes voor jezelf houdt. Ja, dat snap ik. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Nee. En daarom moet jullie elkaar maar overtuigen dat jullie toch de pot moeten gaan delen. Ja. Oké, prima. Ga je gang. Okay. Bren en Marcel, laat je van je vertrouwenvolste kant zien. Yeah. Luisteren wij of jullie oprecht zijn of niet? Oké, dat is prima. Ja. Hi, Brenda. Bran is het, Oh, Bran. Oh, sorry. Nou, dat begint al goed, maar niet. Hoe heet het? Ik denk dat als wij allebei hartstikke grote fans zijn, dat het ontzettend leuk is om gewoon met elkaar te gaan. Want we weten in ieder geval zeker dat we er überhaupt heen kunnen. Ja, dat is wel waar. Ja, hè? En jij zal natuurlijk ongetwijfeld met iemand willen gaan van je eigen leeftijd. Bran, wat zeg je? Ja. Ja, maar ik denk dat het ook gewoon heel leuk is als we allebei kunnen gaan. Want we willen natuurlijk er allebei heel graag heen. Ja, en ik denk dat we allebei iets gemeenschappelijks hebben. En dat we allebei dan helemaal uit de stak gaan die avond. Jullie zeggen nu dat jullie gaan delen, de pot. Maar de vraag is, gaan jullie het echt doen? Want in het geheim ga je nu aan Raoul doorgeven wat je zo meteen gaat doen. Marichelle en Bran, jullie zijn er weer? Ja. Daar gaan we. Voor Macklemore. Marichelle, van 49 jaar, wat ga jij doen? Delen. Oh, heel netjes. Dat betekent dat als Bran ook zegt delen, jullie allebei één kaartje krijgen voor Macklemore. Als Bran nu zegt dat ze gaat stelen, dan wint zij alles. En jij niks, Marichelle. Ja. Dan ben je gepiepeld door een 15-jarige. Ja, nou, risico, hè. Maar is prima. Bran, wat ga je doen? Ik ga stelen. Oh, wat erg. Ja, dit heeft hij goed gedaan. Bran! Gefeliciteerd, Bran. Wow. Zit je nou een oude oma op te lichten? Wie is er zo boos op de achtergrond eigenlijk? Of blij? Ja, ik ben heel blij. Bran! Ja? Jij gaat naar Macklemore. Ja! Marcel, jij krijgt het mooiste van allemaal. Ja. Jij krijgt van ons een dikke knuffel. Oh, nou, dat is toch ook helemaal geweldig. Kom eens hier, Marcel. Hartstikke bedankt in ieder geval. Aan beide kanten. Hé, fijne dag, hè? Jij ook, hè? We houden van je. Bran. Oké, doei.